Dat is een beetje misleidend, want op deze wagen van Wakale hebben we Kokeshi. Gelukspoppetjes met oorsprong in een ver land, met name Japan. Zo vertelde ons Tim Joost, medewerker van Wakale. En waarom die matroeskers op hun wagen, is een nog steeds lopend verhaal. Ik ga er niet over uitweiden, hou het op een misleidende titel om de aandacht te trekken. Buurtschap Wakale, jullie hebben onze aandacht. Onder de grond zijn mijnwerkers koortsachtig op zoek naar het zwarte goud. Vuilboos stof dat als een zwart laken aan hun bezweten lichamen pakt, dolend door de donkere gangen, moedeloos en lusteloos verder ploeterend. De gevaren nemen ze er tegen beter weten in maar bij. Wat als die stutten het niet houden? Het is hard werk en niet iedereen houdt het vol. Zij die volhouden, wel, die scoren de jackpot, een klomp goud. Zij die opgeven, die kunnen misschien straks hun huisje verwarmen met het meeste steenkool dat ze gevonden hebben. Buurtschap Notelaar met hun wagen Mine. Here comes the giant flower. Wow. So beautiful, oh my God.
Dank u wel, Remorik Kerkema. Een waterpoel in de savanne in Midden-Afrika. Een spiegelglad wateroppervlak, omsierd met enorme mangroves en dichte bebossing. Een zinderende hitte, gekoppeld aan hoge vochtigheid. Dieren die zich verscholen zoeken, schaduw zoeken onder de bomen. En plots, rimpels op het wateroppervlak. Onttrokken aan het oog is er beweging. Geluidloos verrijst een nijlpaard vanuit de diepte aan het oppervlak. Stiekem steekt hij zijn hoofd boven het water, puur in het rond. Geen mens of dier die het bemerkt, behalve de ossenpikker. Vliegens vlug storten ze zich op de nijlpaarden. Onze pikkers leven in symbiose met nijlpaarden. Ze pikken de parasieten zoals teken en insecten uit hun huidkooien. Buurtschap Noordhoek presenteert ons de onze pikkers. En van de parasieten naar gewone insecten en blijven hangers. Of hoevossingers, twee betekenissen van één woord in een Antwerp piep en er deze creatie van maakt. Alhoewel we oorworm gebruiken voor de muzikale variant en oorworm voor een insect. De inspiratie, het idee ontstaat, krijgt vorm in de maquette. En de ideeën voor een torsowagen ontstaan misschien wel op morgen maandag. Als de buurtschappen een prijs hun rangschikking voor elkaar hebben bepaald. Een maquette of een gewone tekening op papier. Als er maar een baken is, een basis om te bouwen. Buurtschapvossingers, oorworm.
Noord-Italië, gebouwd op palen. De stad die bestaat uit 118 eilandjes, doortruist door 117 kanalen en verbonden door 400 bruggen. De stad van gondels, van vele kerken en musea, paleizen en enorme hordes toeristen. De stad gekend voor zijn carnaval, een feest om de overgang van winter naar lente te vieren. En dan een vlug even de bloemetjes buiten te zetten, vooraleer te gaan vasten. Vandaar ook de naam. Carne is vlees. En infale betekent afzien van. Het spektakel duurt tant. De toeristische versie.